En ik heb de handboeien omgedaan bij deze Zwarte Piet. En hij ziet mij niet omdat ik onzichtbaar ben. En we nemen hem mee. Laten we deze Zwarte Piet ook nog jailen in de gevangenis stoppen. Binnen 3, 2, 1. Oh nee. Ja, ja, vandaag zitten we weer in een fake bij Topia, sir. En vandaag ga ik iets super, super tofs doen. Want ik ga namelijk vandaag nu mensen zitten pranken in een super, super drukke server. In een super volle server waar 130 spelers online zijn op dit moment. Jullie zien ook allemaal spelers hier voor mijn neus. En ik ga op MT Wars, mijn Topia Wars, ga ik namelijk, ja, jawel, mensen pranken. Spelers pranken. En dat gaat geniaal worden. Hoe ik dat ga doen? Heel simpel. Ik heb namelijk politiehandboeien gekregen voor deze video. En die kan ik gebruiken om mensen in de handboeien te slaan en mee te nemen en aan te houden. Maar er is één dingetje aan. Ik heb namelijk ook Vanish. Oftewel, ze zien mij niet, maar ik hou ze wel aan. Oftewel, ik kan bijvoorbeeld hier, bijvoorbeeld deze speler in de handboeien slaan. Neem ik hem mee. Maar hij ziet mij niet, omdat ik in Vanish zit. En hij denkt, huh, maar iemand houdt me aan, terwijl er helemaal geen agent bij me is. Hoe kan dat nou? Nou, dat gaan we dus vandaag zien. En het gaat super grappig worden. Let's go. Dus like allemaal zeker even abonneer. En dan gaan we gewoon gelijk beginnen. Laten we even iemand uitzoeken. We zijn hier in de Kaap. En er is hier dus een event gaande. En het is echt bam druk. Dus join natuurlijk ook deze server even. play.twars.nl. De update is er ook doorheen. Dus dat is super tof. Maar goed, laten we gewoon beginnen. Laten we deze keys even wegstoppen. En laten we iemand even Vanish. Ik onzichtbaar. Iemand aanhouden met boeien. Ik zie toevallig dat hier iemand een wapen heeft. Wat zullen we doen? Zullen we hem gaan aanhouden? Terwijl dat het eigenlijk, ja, volgens mij mogen hier agenten helemaal niet komen. Laten we even heel goed rondkijken. Wie gaan wij in de boeien slaan? En deze boeien werken wel wat anders dan een normale boeien van Mytopia. En dat ga ik jullie laten zien. Want stel je voor, ik boei deze persoon, oké? Kijk, hij houdt iemand onder schot. We mappen hem. Daar zit hij. Je hebt handboeien omgedaan bij Always Cookie. Wat hij nu in zijn beeld ziet, is namelijk, u bent aangehouden. Ik ben in Vanish, dus hij ziet me niet. En dan zegt hij nu, wie doet dat? En wat ik kan doen, is, ik kan hem meenemen. Kijk, ik kan hem meenemen. Ik neem gewoon iemand mee. Wie doet dit, zegt hij ook in de chat. En dit is dus wat wij gaan doen vandaag met allemaal spelers. En we kunnen ze ook jailen. Dus like, abonneer, keihard. Laten we gaan voor de 300 likes, moet makkelijk kunnen. En deel natuurlijk even zeker deze video met je vrienden. En abonneer en klik op het belletje. En natuurlijk volg me even zeker op Instagram. Want ik ga binnenkort hele toffe nieuwe posts plaatsen. Dus dat zou ik ook heel mooi en vet vinden als jullie me daarop volgen. Maar ik zie dat Always Cookie het niet leuk vindt. En hij probeert uit de boeien te gaan. Ga uit Vanish. Ik ben uit Vanish gegaan. Oh mijn god. Hij kent me volgens mij ook nog, of niet? Ja. spijt me. Het spijt me. Hier, je krijgt één bacon, oké? Okay? Jij was het voorbeeld, oké? Okay? Maakt niet uit, oké? Okay? Yo, yo. Oké, dit was een voorproefje wat we vandaag gaan doen. Maar we gaan vandaag dus ook mensen jailen. Ik kan mensen ook dus echt letterlijk jailen. Even zien, wat voor jails zijn er allemaal? Oh, er zijn zoveel jails. En ik zie dat heel veel mensen hier illegale wapens hebben. Of eigenlijk illegale wapens zijn het niet per se. Maar, oeh, is dit een agent? Nee, ofwel, ik weet het niet. Laten we gewoon wat andere mensen aanhouden. Laten we, even zien, wat is hier beneden ook? Allemaal kreet en... Oeh, er zit hier allemaal deze heeft wel... Wie is hier irritant aan het doen? Ik hoor mensen al elkaar slaan. Oké, deze is irritant aan het doen. Kom, we gaan hem aanhouden. Wat hij zo meteen in beeld ziet is namelijk... Je bent aangehouden, groot in beeld. Dat zien wij niet. Maar ja, we gaan hem gewoon meenemen. Waar is hij? Oh, ik ben hem kwijt. Nee, nee. Wacht, ik zie hier ook een Zwarte Piet of niet? Ja, ik zie een Zwarte Piet. Gaan we de Zwarte... Nee, waar gaat hij naartoe? Oké. Oh nee, hij gaat naar Mood Springs. Kom, we gaan de Zwarte Piet achtervolgen. En dan gaan we hem aanhouden, oké? Okay? Met onze boeien in Vanish. Dus hij kan het me helemaal niet zien. Oké, okay, mijn Max Games NL. De Zwarte Piet, Max Games NL. Gaan wij nu in de boeien slaan. Let's go. Binnen 3, 2, 1. In Vanish. Bam. En ik heb de handboeien omgedaan bij deze Zwarte Piet. En hij ziet mij niet, omdat ik onzichtbaar ben. En we nemen hem mee. We nemen hem mee. En hij kan mij niet eens zien. En kijk dan, hij achtervolgt mij. Kom, we gaan langs het politiebureau. Kijk, kijk, kijk. Oh, dit is lachen. Oh, dit is geniaal. Kijk dan. Wat zegt hij? Gaat hij ook nog wat zeggen of niet? Wacht, gaat hij proberen om nu weg te lopen of niet? Wat doet hij? Oh, nee. Dit is dus vorige persoon. Was AFK, wat is er? Huh? Ik snap even niet wat er gebeurt. Deze, een handboei mij... Oh mijn god, Max Games NL denkt dat Bliksem in de handboeien heeft. Bliksemdonder. Ben ik in handboeien? Oh nee, oh mijn god. Max Games denkt dat dit de agent is die mij, of die hem in de boeien heeft geslagen. Dit is echt geniaal.
Oh my god. Hij kan me natuurlijk dus nog niet zien omdat ik in finish ben. Het staat hier ook onder. Oh my god, wat is dit lachen. En de agent gaat er vandoor. Blikjes familie, waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Doei, joe, joe. En die agent doet ook gewoon niks, hè. Die denkt echt van, maar je bent helemaal niet geboeid. Jawel, want dat heb ik. Oh, help. Hij schreeuwt op help. We nemen hem mee. We nemen hem mee. Let's go. We nemen Max NL. Of neem Max Games NL mee. En ja, we houden deze Piet gewoon even aan. Let's go. Nee, hij is uitgelogd. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Nee, hij is gewoon uitgelogd. En hij probeert zo meteen weer in te loggen. Omdat hij denkt dat het Burk is, of niet? Oké, wacht. Ik moet eerst uit finish. Kom, we gaan... Nee, wacht. Weet je wat we gaan doen? We gaan hem in de jail stoppen. We gaan hem jailen. Jail Max NL Game. Wacht, wat voor jails zijn er? Jill, Max NL Game, of Max Games NL. En dan, even zien welke is het. Ik denk dat WS staat voor Root Springs. En dan doen we streepje N. Oké, laten we deze Zwarte Piet ook nog eens een keer. Laten we deze Zwarte Piet ook nog jailen in de gevangenis stoppen. Binnen 3, 2, 1, go! Je hebt succesvol Max Games NL gejailed. Oh nee! Oh, zit hij nou? Ja, het is gelukt. Ik kan alleen niet naar binnen. Ik kan niet naar binnen, omdat ik die perms niet heb. Oh, dus als ik hem nu een jail dan... Oh nee. Max Games NL is aangehouden. Er staat hier wel een agent hier. Bezig op het trappetje, maar Max Games NL is dus aangehouden. Zit in de cel en arme Zwarte Piet. Oké, laat ik hem unjailen, oké? Maar het werkt dus wel. Unjail, Max Games NL. Oh. Volgens mij is hij nu ook gelijk weer naar de plek waar hij zo net ook was. Dat hoop ik wel, want ik kan hem niet bevrijden. Ik kan er niet in. Oh nee. Oh nee. Zagen jullie dat zo net? Ik heb hem vermoord. Omdat ik hem in deze handboeien had geslagen. En ik ging vliegen. Dan ging hij ook vliegen. En dan stuiterde hij op de grond. Oh nee, het spijt me. Max Games, het spijt me. Wacht, ik ga je helpen, Max Games. Wacht. Het spijt me. Het was voor een video. Het spijt me. Oh mijn god, zegt hij. Hij herkent mij sowieso, maar het spijt mij. Het spijt me. Ben fan. Tof, maar sorry. Sorry voor je damage, sorry voor je fitheid. Het was niet de bedoeling. Weet je wat je van mij krijgt? Je krijgt dit van mij. Alsjeblieft. Yo, doei doei. En op naar de volgende. Laten we dit nog een keer met iemand doen. Dit is geniaal. Dus like nog zeker even. Als je dat nog niet hebt gedaan, even bam op dat blauwe duimpje hoog. Doe dat zeker even. Op naar de 300 likes moet makkelijk kunnen. Misschien ook wel de 400. Ja. Dus laten we daarvoor gaan. Ik zie hier bijvoorbeeld nog iemand hier. Ik vind het echt geniaal om te doen in Vanish. Dit idee is best wel origineel. Ik heb nog nooit iemand dit zien doen in mijn topia. In Vanish mensen jailen en aanhouden. Want je hebt echt hele grappige reacties. Bijvoorbeeld zo net dacht die Zwarte Piet dat hij was aangehouden door deze agent. Terwijl dat dit helemaal niet was. Omdat ik in Vanish stond, zeg maar. Dus dat is wel grappig. Maar wat als wij nou deze agent in de boeien gaan slaan en deze gaan aanhouden? Oké, gaan we dat doen? Ja, dat gaan we doen. Oké, binnen 3, 2, 1. Ik zit in finish. Dat is wel even handig om te weten, want anders dan ziet hij mij toch. En, waar is hij heen? Oh, hij is hier. Oké, kom, we gaan hem meenemen. Wat zegt hij? Bliksem, wat gaat Bliksem zeggen? Tot Red Hyper. Gaat hij iemand aanhouden? Ik hoop het wel, want dan kan ik hem aanhouden. Ja, of niet? Ik weet het niet. Nou, ik ga hem aanhouden, oké? Binnen 3, 2, 1... Oké, is veel te snel voor mij. Oké, ik ga gewoon vliegen. We doen 3, 2, 1. En we hebben hem in de boeien geslagen. Jawel. Bliksemdonder zit nu in beeld. Je bent aangehouden. Je zit in de boeien. En ik heb hem in de boeien geslagen. En terwijl ik er finish ben. En we nemen hem mee naar het politiebureau. Let's go. We gaan even schaatsen hier. Hoppa. Wat gaat hij zeggen? Wat gaat hij doen? Huh? Hij kan zijn boeien automatisch afdoen. Hij kan zijn boeien afdoen. Hij kan zichzelf unboeien. Kom, we gaan naar het politiebureau. Kom maar eens kijken. Wat ik in mijn schoentje heb. Ik dacht, ik breng jou gewoon even een lift naar. Nee. Hallo, ik ben uit Vanish. Je kan mij nu zien, Bliksemdonder. Ik ben jou. Ik heb het afgedaan. Yo. Mag ik schreeuwen? Ja, tuurlijk. Oh, ik ben zo blij dat ik een beetje... Nou ja,
beetje herkend wordt in deze server. Want stel je voor dat hij mij nou niet kende, dan was hij misschien wel heel boos geworden en had hij misschien mij wel aangehouden, omdat ik hem had aangehouden. Dus ik ben wel best wel blij dat ik zulke support van jullie krijg, van jullie kijkers. Dat jullie zijn zulke bazen, echt waar. Dit is gewoon top. Want nu word ik niet, wordt hij niet boos ofzo. Nou, yo yo. Oké, let's go. Kijk alles. Ah, jij bent echt een baas, Bliksem. Oké, of Bliksem is het toch? Ja, Bliksem. Oké, kom, we gaan nog één keer naar Qtrexia. Gaan we daar nog even iemand jailen? In Qtrexia, ja. En dan gaan we daar kijken hoe het, hoe mensen gaan reageren. We staan nog in finish, we kunnen ook vliegen. Laten we dat niet nog een keer doen, vliegen en iemand aan de lijn houden. Want dan gaat hij omhoog en dan stuitert hij een beetje neer en dan gaat hij dood. Dat is niet de bedoeling. Ik weet dat het in de Kaap het drukste is, maar daar kunnen we juist wel wat mee doen. Misschien dat we iets vlakbij... Misschien dat hier wat... Kijk, hier is het rustigste. En dat is misschien juist wel mooi, want dan kunnen we hier rustig even iemand meenemen. Kunnen we ook iemand laten verdrinken? Laten we dat niet proberen, omdat... Ja, dat is best wel sneu. Laten we iemand in ieder geval jailen, oké? Laten we ze alle twee jailen, oké? Laten we ze niet eens in de handboeien zetten. Laten we ze gewoon ineens gek jailen, oké? Deze officieel noob en kleine fans soms zijn volgens mij aan het praten met elkaar. Laten we hun gewoon even jailen, oké? Tenminste, zijn ze überhaupt aanwezig? Dat is wel de bedoeling. Anders wachten we gewoon op... Ja, is 60k, zei u gisteren, kost... Oké, ze hebben het over... Ze praten ergens over om iets te verkopen aan en iemand wil het kopen. Oké, we gaan jailen. Jill, officieel... Nee, ik moet eerst de Jills weten, dat is wel handig. Jills en Jill, officieel noob in Qtrexia 3. En we gaan ze alle twee jailen in Qtrexia 3. Oké, hoppa. Die is gejailed. En nu denkt hij, die kleine fansom, huh? Waar is hij naartoe? Huh? Nu denkt kleine fansom, heb toch 95k? En hij kijkt om zich heen, want hij denkt, huh, waar is mijn maatje naartoe? Nou, kleine handsom, ik breng je er nu naartoe. Ik breng je er nu naartoe. Hoppa, alsjeblieft. Kleine fansom en... Die was nog meer officieel noob, zijn bij elkaar in het cellencomplex. Oh, dit is zo sneu, want ze denken nu sowieso, huh, waarom ben ik gejailed, dit klopt niet. En er zijn ook hier mensen aanwezig. Wacht, wat is er? Oh, ze zitten hier beneden met elkaar in de cel. Ze zitten met elkaar hier in de cel en ze weten niet wat er gebeurt. Ze zitten daar zo van, huh? En deze hoofdagent denkt, huh, welke agent heeft nu weer iemand aangehouden? Oké, kom, we gaan hem unjailen, anders is het echt veel te snel. Dat moeten we snel doen. Valerie, dit is de hoofdagent, dit zegt official noob, de hoofdagent. We worden ineens gejailed, help, let me out, what the fuck, iemand. En nu gaat Flare gaat hem ze eruit halen. Nou ja, oké, ik ga ze wel even unjailen. Slash unjail. En de hoofdagent zegt ook, huh, hoe kan dat nou? Ik heb helemaal niemand iemand gejailed, hoe kan dat nou? Unjailed. We hebben niks gedaan, zegt Klein Fansom. Nou, hij is geunjailed en hij ook. Oké, dit was de video in een fake Bytopia server die super druk is. Dit was geniaal. Als ik hier vaker iets mee moet doen, zet het dan even in de reacties. En like en abonneer natuurlijk even zeker hier beneden. En volg me op Instagram en het linkje in de beschrijving. Vergeet natuurlijk even zeker niet deze server ook te joinen. play.mtwars.nl. Ik ben hier vaker te vinden en misschien is het wel heel tof als ik jullie eens een keer ga zien en meeten en zo. En het is ook heel erg druk hier. Dus dit is heel erg tof. Er is ook een nieuwe update hier. Dus kom zeker lekker online. Ik ga nog lekker doorspelen, maar ik ga de opname nu afsluiten, want dit is gedaan. Ik heb heel veel mensen getrold met handboeien en met, met jailen. Moet ik dit vaker doen, dan hoor ik het wel in de reacties. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Later.